Vandaag gaan we filmen voor de 5e editie van de Not So Ordinary Gallery Tour in een nieuw initiatief in Amsterdam-Noord, het nieuwe Project Space, genaamd Project on the Inside. En daar is nu een expositie gaande van hedendaagse kunst, samengesteld door ook weer een kunstenaar. We gaan praten met de directeur van deze nieuwe space, met de curator en met een aantal kunstenaars. Annemarie, dankjewel dat we hier vandaag mogen filmen in deze fantastische nieuwe show. Maar het is ook een nieuwe project space, een nieuwe kunstruimte. Kan je daar wat over vertellen? Ja, het is inderdaad een nieuwe kunstruimte in Amsterdam. Oorspronkelijk zitten wij, Henk Stallinga en ik, hier met onze studio, Studio Stallinga. Dit deel gebruikten we aanvankelijk voor de grote installaties die wij maken. In de praktijk blijkt dat we de ruimte niet zo vaak nodig hebben. Dus hebben we besloten er een kunstruimte van te maken. En wat is het doel van de kunstruimte? Tentoonstellen van werken ook wel die niet overal te zien kunnen zijn vanwege hun formaat. Je hebt in Amsterdam eigenlijk geen ruimtes die zo groot en hoog zijn als deze. En nu is er een kunstenaar die jullie hebben aangetrokken om deze show bij elkaar samen te stellen. Ja. Waarom Koen? Nou, we kennen Koen omdat Koen en Henk zitten in dezelfde galerie, bij Gerhard Hofland Gallery. En wij hebben eerder een tentoonstelling met Koen gedaan in Basel, vorig jaar, tijdens Art Basel. En zo zijn we eigenlijk verder aan het denken geraakt. Maar ontzettend leuk ook dat je met een kunstenaar ook weer een tentoonstelling maakt en niet specifiek een curator. Dus dat vind ik ook dus echt kunst voor de kunst en dat vind ik ook een ongelofelijke toevoeging. Ik ben ontzettend benieuwd en fantastisch initiatief. Dankjewel. Koen de Laren, ik ken jou als een fantastische kunstenaar, maar je bent ook de samensteller van deze show. Dat hoor je niet zo vaak, dat een kunstenaar dat doet. Hoe is dit tot stand gekomen? Ik heb een aantal kunstenaars uitgenodigd waarbij ik vind dat er een soort combinatie is van aan de ene kant bijna een soort performatief idee over schilderkunst. En aan de andere kant is een schilderij ook een beeld. Dus die twee dingen, vanuit je hersen of vanuit je lijf, die twee dingen combineren in één ding, is volgens mij bij deze kunstenaars allemaal heel erg aanwezig. En dat lijfelijke, hè? Heeft dat te maken met deze tijd? Toen ik hiermee bezig was, kwam ook die coronatijd. En ik merkte ook zelf heel erg dat ik dat fysieke, niet alleen van het maken, maar ook van het ervaren, dat ik dat heel erg begon te missen. En daardoor vond ik het ook wel een soort buitenkans om juist nu in zo'n grote ruimte zo monumentaal uit te kunnen pakken met juist dit werk. Jij benoemde net het lichamelijke in het werk. Ik kan dat hier heel duidelijk zien. Het is zo bevrochten. Je bent echt bezig geweest met het materiaal. Klopt dat? In deze serie werken wil ik juist dat hele fysieke en ook het soort moment van het maken echt helemaal uitspelen. Hier heeft de houten balk gezeten. Ik breng heel veel materiaal aan, nat in nat, zowel op oliebasis als op waterbasis. En dan eigenlijk haal ik al het materiaal weg met een stuk adoorsmes, met een stuk gereedschap. Dus het is een hele fysieke, best zware handeling om te doen, die ook in één keer een beeld moet opleveren. Het moet allemaal in dat ene moment gebeuren. Het is toch een soort performance in het werk. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen het is een residu van een performance, een soort overblijfsel. Tegelijkertijd, voor mij is het niet belangrijk dat de toeschouwer kan lezen dat al die dingen gebeurd zijn. Dus dat residuachtige is niet de inzet, zeg maar. De inzet is natuurlijk om een beeld te hebben wat actie uitroept of zo bij de toeschouwer. Nou, dat is dan in dit geval zeer goed gelukt. Dankjewel. Dankjewel. Janine van Oenen. Je bent een van de jongste kunstenaars die hier tentoonstelt en buiten dat ook een van de weinige Nederlanders zelfs. Hier hangt jouw werk. Merendeel wat hier hangt is echt abstract, heeft geen voorstelling. Maar hier voel ik van allerlei vormen in die me toch bekend voorkomen. Hoe kom je aan je onderwerp? Het interieur was mijn onderwerp en dat is langzaamaan in de afgelopen jaren is het verschoven naar de gedekte tafel, het stilleven. De laatste tijd is dat zelfs eten op zich. Dus ik heb heel veel ouderwetse kookboeken waar dan ook tafeldecoratie in staat, kaarsjes. Daar vind ik een hele fijne
overdreven gestileerde beeldtaal aan zien die mij heel erg aanspreekt. Want je hebt een grafische opleiding gehad. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel helpt in jouw vormtaal. Ja, dus je hebt daar in die boeken heb je de ongelooflijk decoratieve elementen in zitten. En dan mijn natuurlijke behoefte om iets grafisch weer te geven. Zo vervlecht ik dat tijdens het schilderen bij elkaar. Nou, ik vind het fantastisch gelukt. Ik vind het een prachtig werk. Dankjewel. Dankjewel. Max Frintrop, you're coming from Germany, like some of the other artists as well. We're standing here next to your fantastic work, very expressionistic, very, very colorful. What's your method? How do you come to this? First of all, thank you very much. It's a lovely compliment. It's been a process from the end of the academy to develop a language that is my own. It's about to make a painting that happens in the moment also, but you have to be very prepared to get something on a big canvas that has the look or the effortlessness of something that is just happening in the moment. So you put the canvas down, don't you? It's yes. On the ground. Yeah, it lays on the ground like a paper would lay on a table. Because then you get this kind of effect. Yeah. It's of course very much about the gesture, but you also have to know the material so well to do it. And for example, when I put on here some paint and small dots, then I want to have it flow in this direction. I would also, if this is the floor, I would put a fan on that side. So basically the air while it dries gives it a movement. I really know how to put my influence in the process all the time. Well, that influence we can see very clearly. It's a wonderful work. Thank you so much. Thank you. Annemarie, dank je dat we hier de hele dag al aan het filmen zijn. Ik vind het een prachtige tentoonstelling. Tot wanneer kunnen de mensen dit komen kijken? De tentoonstelling is open tot 8 augustus. Door de week zijn wij geopend van 9:30 tot 17:00. En in het weekend alleen op zaterdag van 1 tot 5. Mensen hoeven geen tijdslot te reserveren. Je kunt gewoon aanbellen en binnenkomen lopen tijdens de openingstijden. Kost het iets om binnen te komen? Nee, het is gratis. Aanbellen en de deur gaat open. Nou, fantastisch. Ik hoop dat je heel veel bezoekers krijgt. Ik zou dat zeker aanraden. Dankjewel. Graag gedaan.